Hi, thanks for watching. In the next videos, I'll show you why you need to go to Aínsa for your next mountain bike trip. Aínsa is located in the Spanish Pyrenees and we spent 6 days in this beautiful town and had an epic time. We biked, we hiked, we complained. Wie doet er even een motivational speech? We ate food. Instagram. And some more food. We kicked ass. We laughed. We made time lapses. We fist bumped. And we got married. No, just kidding. The rest of the video will be in Dutch, but the footage will speak for itself. We had a great time. Let's go! Een hele goede morgen, middag, avond, nacht. Tijd. Oké. Okay. Yo, tof dat je kijkt. Wij zijn in Spanje. Aínsa, Pyreneeën, Zona Zero om precies te zijn. We zijn hier een week. En dit is dag 1. We hebben net geklommen over asfalt. En het is mooi. Het is warm. Vochtig en zwaar. En heb je er nog wat nuttigs? Ja, dit is goed. Nou ja. Daar ligt ons dorpje en het dorpje is mooi. Kijk even mee naar wat mooie beelden. Let's go. Ja.
kijk. Ja, dit bedoel ik, Mout. Oh, kijk eens. Kijk eens boven. Het is groot. Wow. Zoveel. Rondom de berg vlogen tientallen gieren. En van deze schrok ik toch wel even. Waar zijn we? We zijn wederom in Inza, Spanje. Vandaag de eerste dag met de gids op pad. En, we doen 's ochtends een klein rondje in de omgeving. En dan na de lunch gaan we een shuttle doen naar een hoge top die hier achter ziet. Kun je het zien op de camera? Ja, zeker. Natuurlijk. Gaan we daar vandaan 15 kilometer voornamelijk dalen, af en toe een beetje klimmen, weer terug naar het dorpje. Eerst even een warming-up ritje in de ochtend. Mooi. Heb je zin in? Ja. Ik ook. Let's go. Ik had nog niet gezegd, hè? Let's go. Let's go.
Gaan we doen, Jeroen? Wat we gaan doen? We gaan afdalen naar Ainza. We zijn nu op La Collada, op 1548 meter. En we gaan terug naar 500 meter. En dat is ongeveer over 15 kilometer. Tof. Tof, toch? Zin in. Heerlijk. Nu lijkt het net of ik een lekker band heb. Maar ik heb een lekker band. Maar hij heeft een bitch. Ik heb een bitch. Bitch, jij bent wel... bitch Wouter, die regelt het. Jij bent niet wel sneller in dan ik. Money.
gesproken, dat was fietsdag 2. Enorm toffe dag. We hebben heel veel geklommen, vooral in het begin. En mooie afdaling gedaan, redelijk technisch. Hele mooie omgeving. En 's middags na een heerlijke lunch, shuttle omhoog genomen. Naar meer dan 1500 meter. En daarna alleen maar naar beneden knallen. Zo'n 18 kilometer hebben we gereden. Echt super tof. Wel echt wat grenzen moeten verleggen. Het was zwaar. Maar goed, rustig op het eigen tempo. En genieten. Helaas een lekker band gehad. Maar voor de rest, genieten. En weten dat we nog 4 dagen te gaan hebben. Heel veel zin in. Echt wel kapot nu. Als je misschien wel ziet. Het is mooi, het belooft veel goeds voor de komende dagen. Welterusten.